Antwerpen. Ik ben van Antwerpen. Ik heb ook een boek geschreven over een junkie in Antwerpen. En het boezemt mij wel angst in wat er in Antwerpen staat te gebeuren. Als je een hulpverlening gaat privatiseren en dat gaat overlaten aan mensen die alleen maar winst willen maken, dan vrees ik dat de focus verlegd wordt van naar waar het om gaat, namelijk mensen helpen, naar centen verdienen. En dat lijkt mij niet echt een goed uitgangspunt. De job die ik doe is juist een gesubsidieerd contract. En dat biedt juist heel veel kansen aan mensen die die kansen niet hebben. En het feit dat je die dingen, dat je dat weg zou willen nemen, is eigenlijk iets dat je, ten eerste heel slecht voor je economie, want je betrekt juist die mensen meer bij je economie. En ten tweede, je laat daardoor heel veel mensen in de steek, denk ik. Ik vind dat meer en meer de burgers het voorbeeld stellen en dat is goed. Maar je kunt niet blijven vragen van mensen dat ze vrijwilligerswerk doen zomaar. De talenten die die mensen hebben om te zorgen voor anderen, die moeten vergoed worden. Want dat is een kwestie van respect. Waarom moet de zorgsector op straat komen morgen? Omdat er dringend, maar dan ook dringend, moet geïnvesteerd worden in die sector. De grenzen zijn daar eigenlijk bereikt. En ik hoor dat eigenlijk al, sinds ik deze job doe, een tiental jaar ongeveer, hoor ik dat van onze delegees, van de werknemers, van onze leden, dat het echt wel, dat men eigenlijk allemaal overwerkt is en dat er dringend iets moet gebeuren. Er moet meer personeel komen. De zorgsector moet veel beter gefinancierd worden en de loon- en arbeidsvoorwaarden moeten ook dringend verbeterd worden.